Als je als leek hier bovenop kijkt, dan zeg je van, nou, dat is mooi getekend, maar voor de rest snap ik er helemaal niets van. Dus dat proberen we dan aan de hand van onze publicatie, proberen we dat een beetje uit te leggen. Kijk, we hebben hier het roer. 7 meter, 5 meter, 4 meter. Hier zit de roerkoning aan vast en hier hebben we twee scharnierpunten. En daarbovenop in de stuurmachine, daar zitten 4 rammen. En die 4 rammen die zien we hier en eenvoudig getekend, die 4 rammen die we hier zien. Ja. Druk ik nou ook met olie op deze 2 rammen, dan gaat die ossenkop, die gaat draaien, die gaat die kant op en dan gaat het roer die kant op. Doen we die andere 2, dan gaat het roer die kant op. En dat zijn de principes. Ja? De oorzaak is dit kleine mannetje. En die draait aan dat lullige wieltje. Mevrouw die verwacht een groot stuurwiel van de Oneiden Line, weet je wel, met al die spaken. Nou, dat gaat natuurlijk niet meer, want het roer, als dat 15 graden aan boord ligt, dan staat daar een druk op van 150 ton. Dus dat kun je met een handwiel kun je dat absoluut niet meer halen. Dus hij legt dat stuurwieltje legt hij op 5 graden stuurboord. En het enige wat hij kan zien, hij kan controleren, is op de roerstand aanwijzen of dat ook gebeurt. Hij voelt daar verder niets. In een auto heb je een stuurbekrachtiging en daar voel je nog wat aan. Maar hier voel je helemaal niets. Dus hij moet gewoon kijken of dat klopt, ja of nee. Wat gebeurt er dan? Het elektrische signaal wat hier ontwikkeld wordt, wordt overgebracht op deze unit, of die unit, want hij is dubbel uitgevoerd. En die gaat dan die armen- en benenbeweging die daar bovenop ligt, en die we hier zien, al die armen- en benenbeweging, die trekt hij uit de balansstand. Ik vergelijk het altijd met een wipwap. We gingen vroeger op een wipwap zitten, eerst de energie eruit, en dan probeerden we met het verplaatsen van ons gewicht om dat ding horizontaal te houden. Hetzelfde gebeurt in die armen- en benenbeweging. Hij geeft een commando, het wordt verstoord en het komt weer terug in balans. Zo wordt het elke keer geregeld. Nou, dat is genoeg voor de theorie. Dan gaan we nu kijken. En we zien hier die enorme machine. Dit is allemaal één machine. Het hangt allemaal aan elkaar. Alleen om dat grote roer te bedienen. En we herkennen onze 2 grote pompen die we hier hebben. Dit is die stang van die armen- en benenbeweging die die pomp aan gaat drijven. Of die druk moet geven of druk moet nemen. Goed, wij lopen er zo omheen en dan kom ik hier straks op terug op het grote wiel. Wat we hier nog mee kunnen doen. Van dat stroompje wat daar van het stuurhuis hier naar beneden komt. Dat stroompje komt in deze unit. In deze unit, daar komt dat stroompje en met behulp van die 2 solenoids wordt deze cilinder versteld. Dus die gaat die kant op of die gaat die kant op. Dan gaat de pomp gaat pompen en komt druk op deze cilinder en op die cilinder. En die drukt hem die kant op en die drukt hem die kant op. En dan gaat de ossenkop die hier ligt, die gaat die kant op. En dat kunnen we zien aan de hand van deze roerstand aanwijzen. Dus hier kun je precies op zien welke kant het roer opgaat en hoeveel graden die gaat. Aan de achterkant hier hebben we een heel mooi overzicht. We kunnen hier werkelijk die grote cilinders zien, die we dus rammen noemen. Je ziet de ossenkop daartussen zitten. Daar heb je de 2 voorste cilinders. En je moet je voorstellen, vanaf de roerkoning center tot aan het puntje van het roer is 4,5 meter. Dus dat roer dat zit hier in het water en het komt tot ongeveer deze kant. Ja, zo groot is dat roer. Deze 2 potjes hier, dat zijn de roerstandaanwijzers. Dat zijn de gevers van het signaal aan de brug, wat ik net vertelde, waar hij kan zien of dat roer werkelijk die graden doet wat hij doen moet. Ja?
Noodsituaties. Je moet voor alle noodsituaties moet je voorbereid zijn. Het ergste wat kan gebeuren is de ketel die slaat dicht en de elektriciteit valt uit. Dus die kaptein die wordt op het dek geroepen, op de brug geroepen. Er wordt gezegd van kaptein, wat moeten we nu? Nou, die man kan natuurlijk gelijk een schone onderbroek aantrekken, want die ziet al wat er gaat gebeuren. Maar hij heeft hele sterke matrozen en die stuurt hij naar beneden. En die gaan hier aan deze wielen staan te draaien met ellebogenstoom. En met behulp van die ellebogenstoom kunnen ze oliedruk maken. En die oliedruk kun je met deze twee kleine leidingjes, met deze twee rammen, kun je dus dat roer nog een klein beetje aan boord leggen, zodat je de kust van Griekenland mist. Al die gewrichten en leibanen die hier zijn, die moeten gesmeerd worden. En dat smeren, dat gebeurt met deze potjes. En die laten dus elke keer een druppeltje olie via die leidingjes op die leibaan vallen, zodat het gesmeerd is. En die middenpot die we hier hebben, die smeert dat grote scharnier van de ossenkop, wat daartussen zit. De pakkingen die daaronder zitten voor het waterdicht maken van de roerkoning, die worden gesmeerd met die oliepotten die we daar zien. Mm-hmm. Ja. Alles is dubbel uitgevoerd. We hebben 2 cilinders nodig om het spul te bewegen. Er zijn er 4. Dus je kunt het met deze 2 doen, je kunt het met die 2 doen, je kunt het met die 2 doen en je kunt het met die 2 doen. Daarvoor zijn er een hoeveelheid afsluiters. Die afsluiters die zitten hier en die hebben allemaal een nummertje. Dit is nummer 12. Dat ga ik daar uitleggen. U kunt hier zien de grootte van de elektromotor. De elektromotor, een goed Nederlands product, heeft 150 pk elke. Hier 2 grote messingborden zitten. En op die messingborden wordt ons verteld wat voor situaties we kunnen hebben. Ik had verteld, de 2 voorste, de 2 achterste. Dat staat hier allemaal opgeschreven. De 2 bakboord heb je nodig bij de pompen of de handpomp. En dan doe je die afsluiters dicht en die afsluiters open. En dat zijn die afsluitertjes die ik jullie daar ook eentje heb laten zien. En hier is nummer 11 die hier zit. Ja? Dus zo ging je met behulp van die afsluitertjes, kon je allerlei situaties creëren om alsnog te sturen. Hetzelfde is met de bediening van de gyro, van die armen en benenbeweging. Als daarmee iets zou zijn, dan kon je met behulp van de pennen, deze pennen, kun je dus ook via dit bord weer, kun je gaan kijken welke pennen moeten erin en welke pennen moeten eruit. Wat ik nog niet verteld heb is over het wiel. Het wiel zit hier, want die kan hetzelfde doen als die gyro cilindertjes die daar zitten. Dus als de brug nou weg zou zijn, of het signaal van de brug is weg, dan kun je met dit wiel en de elektrische pompen kun je alsnog sturen. Hallo kaptein, kan ik voor je doen? 5 graden bakboord. 5 graden bakboord.